Hoe, hoe weet jij wanneer playing. ik voor het laatst Friend, seks heb gehad? Your, your, your friend's Misschien heb ik ook uh, een jaar geleden seks gehad. Ja, dus? Ja, dan ben ik ook maar in een was. Celibat. Celibat. Je was gewoon <laughs> droog. Dat is Het complicated. Met Jay en Mahi. Die Mari, de vorige keer dat jij hier was. Hadden we het over jouw geaardheid. Ja, hè, dat je biseksueel bent. Mm. En vandaag gaan we het hebben over dat je helemaal geen seks hebt. Ja, yes, klopt. girl. <laughs> Inderdaad, ja, klopt. Leuk. Thanks for having me again, sowieso. <laughs> ja. yes. Thanks voor de openheid. Het is toch wel een soort van privé dingetje wat je toch wel met ons wilt delen. Ja. En ja, vertel. Je noemt dat, dat celebaat zijn, toch? Ja. ja. En um, hoe ben je daar eigenlijk op gekomen? Um, Want ik ken het bijvoorbeeld echt door jou. Ja. Klopt. Ja, ik was gewoon eigenlijk al een tijdje zonder. Um, wacht, laat me eigenlijk bij het begin beginnen. Ik ben eigenlijk altijd soort van in lange relaties geweest. En toen um, was ik op een gegeven moment. Ik ben nu langer dan vier jaar single. Op een gegeven moment, ja, wist ik eigenlijk niet zo goed van. Oké, okay, single life. Je ziet iedereen om je heen. Is inderdaad van. Oh, ik ben gewoon casual met iemand. En ik heb gewoon plezier en mijn ding. Dus ik was daar heel erg mijn weg in aan het vinden, zeg maar. En elke keer. Probeerde ik dan casual te zijn met iemand. Maar diep van binnen wist ik eigenlijk van mezelf: ik kan dat niet. Want ik wil eigenlijk altijd meer. Um, tenminste, als ik op zo'n level met iemand qua intimiteit ben, dan is dat voor mij eigenlijk helemaal niet casual. Dus elke keer ging ik mezelf dingen wijsmaken. Van, oh, ik kan dat wel. Want iedereen om me heen doet dat ook. Dus dat is blijkbaar normaal. Dus ik kan dat ook gewoon. Je bedoelt met casual zijn van uh, met iemand praten. En eventueel, je hebt seks ja. met iemand, maar. Er komt niet per se een relatie of een diepere Ja, precies. Dat pand. je dus eigenlijk geen seks hebt in een relatie, maar dat je inderdaad bijvoorbeeld met één iemand aan het chillen bent en je hebt zeg maar seks met elkaar, maar dat is het. Een bent niks meer type. Inderdaad, ja. gewoon een soort van een scharrel. Ja, en op een gegeven moment merkte ik gewoon bij mezelf van, ging gewoon nadenken en ik dacht ja, wie ben ik eigenlijk voor de gek aan het houden? Want waarom zeg ik heel de, heel de tijd tegen mezelf van oh jij kan dat wel terwijl ik eigenlijk donders goed weet dat ik het helemaal niet kan. Mm -hmm. En toen is het eigenlijk dus eerst zo gelopen dat ik dus gewoon een tijdje zonder was, want ik dacht gewoon van ja hm, ik voel me hier niet fijn bij. En na een tijdje ging ik er dus echt bewust over nadenken van hm, eigenlijk vind ik dit best wel fijn zonder, want ik kan nu heel veel um, ja, energie op mezelf focussen. En toen heb ik er een bewuste keuze van gemaakt. Mm -hmm. En hoe lang is dat nu al ongeveer? Uh, bijna twee jaar. Oké, okay, en, en okay, nu heb je twee jaar, zeg maar, dus niks op dat gebied gedaan. Ja. Wat, wat merk je nu, zeg maar, is, wat, wat zijn de verschillen voor jou in, in live nu dan? Um, ik denk, um, de, het grootste verschil is dat ik gewoon echt alle tijd en energie echt in mezelf steek, dat ik niemand heb die energie uit mij zuigt, gewoon draining energy want ik geloof wel heel erg dat intiem zijn met iemand gewoon echt de grootste vorm van energiewisseling is mm -hmm. en als je dat met iemand doet die, ja, basically niet om jou geeft dan kan je daar gewoon heel erg last van hebben en dan kan je daar ook best wel lang last van hebben en nu voel ik me gewoon heel goed in mijn vel, ik focus me heel erg op mezelf op mijn carrière en um... Ja, dat heb je dat echt mooi verwoord. Dat is ook wel echt zo. Ja, en heb je denk, dat ook wel eens gedaan als uh, celibat zijn? Nou ja, ik, heb, ik, ik ben sowieso niet iemand die zomaar seks heeft met iemand. Um, maar ik, ik merk wel ook aan andere vriendinnen, of zelfs ook met mannen, het, het is niet alleen een vrouwding, dat als je iets deelt met iemand, uh, dat, dat we, sommige mensen nemen dat intieme bijvoorbeeld heel erg easy. Maar voor heel veel mensen is dat intieme is gewoon echt een stukje van jezelf weggeven. Dus wat Imani zegt, de energy die je deelt met iemand. En als iemand in je energy gaat zijn en daar ben je niet oké okay mee, kan het gewoon echt heel zwaar vallen voor jezelf. Ja, ik geloof dat zelfs al ben je er niet bewust van dat het alsnog gebeurt. Zeker. Het is hoe dan ook een exchange. Precies. Ja, en ook wat Imani zegt toch van, eerst denk je zelf maar, ja, iedereen doet het, dus ik kan het ook en het is normaal. Maar wat is normaal? Daarin snap je, ja. dus het is gewoon voor jezelf denken, voor jezelf voelen. Waar ben ik oké okay mee? Ja, ik denk ook dat um, je met dat soort dingen heel erg beïnvloed kan worden door een soort sociale druk. Want bijvoorbeeld, ik merkte uh, wat ik dan heel veel om me heen zag: was dat um, ja, vrouwen op een gegeven moment gingen denken al in een soort feministische way van oké, okay, mannen doen dit, mannen leven zo. Uh, over het algemeen natuurlijk niet iedereen, maar heel veel mannen die kunnen natuurlijk wel veel makkelijker casual seks hebben. Um, en dat veel vrouwen dachten van oké, okay, mannen doen dat, dus ik ga dat dan ook doen, want uh, mannen en vrouwen zijn daarin equal. En sowieso moet iedereen doen uh, wat diegene wil, want sommige vrouwen kunnen wel gewoon uh, het zien als een puur lust iets en willen dat wel gewoon doen. Sowieso, you gotta do you. Maar ik denk dat het inderdaad bij dat stukje dus heel belangrijk is om dus echt te onthouden wat jij wilt. En dat je het niet voor een bepaalde beweegredenen doet van, oh, ik doe het omdat een man het ook mag of kan. Maar je moet het echt doen omdat jij dat ook daadwerkelijk wil. En dus niet denken van, ja, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ik, ik hoor je, want dan is het eigenlijk het, het hele doel van feminisme dan in dat geval is dan eigenlijk voorbij gestreefd. Want het gaat ja. juist om een soort van persoonlijke behoefte of verlangen... of hoe jij zelf in het leven staat. En dat je daarin gelijke rechten hebt, basically. Hmm. En daarom beweegt conform je, ja, je eigen gevoel je eigen, of je, wat je ja. zelf wil, zeg maar. Um, dus ja, als je dan inderdaad toch een soort van massa-denken gaat overnemen mm -hmm. zonder te kijken naar jezelf, dan is het zonde eigenlijk ja. van, 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 van je tijd en van die maar, beweging. Jay, als zij dan zo zegt, um, want dat denk ik ook wel eens, dat het voor mannen wat makkelijker is om seks te hebben. Is mm -hmm. dat ook zo? Om seks te hebben, hoe bedoel je seks überhaupt. te hebben zonder dat er. Uh, zonder ja, 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 ja. Um, ik geloof dat het voor mannen iets makkelijker is. Ik denk niet dat het per definitie zo is natuurlijk. Niet voor alle mannen is het zo en niet voor alle vrouwen is het per se moeilijker of wat dan ook. Uh, ik denk wel, als je het hebt over die uh, energie-exchange, mm -hmm. dat de vrouw iets meer, uh, zeg maar, aan de receiving end is ja. van iemands energie. 100%. En dat, dat de man dat ook wel. Het, is, het blijft denk ik wel een exchange, maar ik denk dat die ratio verschilt. Ja. En ook per persoon natuurlijk. Mm -hmm. En dat, dat een man dat uit... misschien iets makkelijker uit kan zetten. Is dat ook zo? Uh, het is geen kwestie, denk ik, van uitzetten. Ik denk dat. Uh, over het algemeen, dus niet bij iedereen nogmaals, maar bij veel mensen die ik in ieder geval ken, dat het gewoon een soort van in het aard van het beestje, mm -hmm. zo in het aard van het beestje zit, zeg, In de aard van het beestje zit. Uh, ik denk dat de meeste mannen, zeg maar, um, niet altijd seks koppelen aan emotie. Ja. En dat, de, ja, de ervaring die ik heb met boys, die ik praat en ook mijn eigen leven, is dat net iets makkelijker. Maar nog steeds is het niet helemaal een soort van zwart-wit. Mm -hmm. dat, dat is ook wel. Nee, mijn want ervaring. ook vrouwen kunnen dat. Alleen ja, ja het is maar inderdaad net. En sommige iPhone... mannen kunnen ook niet intiem zijn zonder gevoel. Ja. Ja. Dat zijn echt wel veel zijn mannen. Zijn dat ook wel, echt, ja, zeker. 100 en, uh, en ik denk ook dat de meeste mannen die intiem zijn geweest, jou kunnen vertellen dat intiem zijn met liefde, zeg maar echt houden van iemand en intiem zijn, dat er niks is op dat gebied wat hetzelfde is ja. als dat. Dat is denk ik het hoogste haalbare. Als je echt, echt van elkaar houdt en dan intiem bent, is gewoon de hoogste level, denk ik persoonlijk, van intiem zijn. Hey, maar weet je wat ik me wel afvraag dan? Dat betekent dat dan ook dat je ook jezelf niet mag helpen, als je snapt wat ik bedoel. Ja, klopt. Er zijn inderdaad um, uh, mensen die het inderdaad zo serieus nemen. En dat dus ook niet doen, omdat ze dus zeggen: van ja, seksuele energie is eigenlijk de sterkste vorm van energie die je in je draagt. En um, als je dus er ervoor helemaal voor kiest om dat um, ook niet bij jezelf te doen, ook niet met iemand anders te doen, dan hou je die energie dus in jouzelf. En dan kan je die energie, die, vorm, die krachtige vorm van energie. Dus eigenlijk in andere dingen zetten. Je kan het omzetten in creativiteit. Dus dat vind ik wel heel sterk. Het is mij nog niet gelukt om het tot dat niveau, zeg ja. maar, vol te houden. Maar um, ik weet bijvoorbeeld dat mensen vanuit geloofsovertuigingen, bijvoorbeeld, um, dat ze bijvoorbeeld ook doen. En uh, ja, ik vind dat alleen maar iets waar ik super veel respect voor heb. Want ik denk dat je dan, um, ja. Gewoon zoveel zelfdiscipline uh, hebt. en inderdaad zoveel krachtiger in je eigen energie zit. Eigenlijk al die liefde en energie die jij in andere mensen stopt, stop jij gewoon in jezelf. En dat is denk ik de krachtigste vorm van self-love. Het is grappig dat je dat zegt, want. Um... Dat is eigenlijk hoe celibaat zijn een soort van tot stand is gekomen. Vooral het woord komt ook eigenlijk uit, uh, uit een tijd dat de rooms-katholieke kerk, basically, een soort van. Uh, dat het tot stand kwam dat ze cel celibaat wilden zijn. Om net als Jezus ongehuwd te zijn. Daar zijn discussies over, maar goed, daar dat geloven de katholieken dan in. En zo is het eigenlijk begonnen. Het is eigenlijk een term die betekent dat je ongehuwd bent. Mm -hmm. Wat automatisch toen betekende dat je geen seks had, mm -hmm. zeg maar. Ja, hè, toch? En, maar er is wel een verschil tussen zeg maar celibaat zijn, omdat je ervoor kiest om geen seks te hebben, en geen seks hebben, omdat je gewoon het verlangen niet hebt. Aseksueel. Basically, zijn. als je asexueel bent, of, of ja, daar weet ik niet heel veel over. Maar goed, um, er is wel een verschil. Kijk, jij kiest er echt bewust voor ja. om het niet te doen. Ik weet ook nog dat ik uh, vroeger op school, dus met geschiedenis van in die tijd had geleerd dat ze ook echt serieus. Ijzeren onderbroeken droegen om gewoon ook echt niet aan hunzelf te komen. Hè? Het waren echt Ja, dat he heb ik ook wel eens ja. voorbij zien komen. Ja, dat is echt ja. heel live. Dat heb ik echt op school geleerd toen de tijd. En het is me altijd gebleven omdat ik het echt crazy vond. Maar ja, zo diep gingen die mensen om hun um, verlangens te kunnen weerstaan. Ja. Maar ik denk, wat jij inderdaad zei, vond ik wel een interessante. Want uh, inderdaad, als je, aseksueel hebt, dan heb je, als je aseksueel bent, dan heb je gewoon geen seksuele verlangens, geen seksuele gevoelens. Maar je kan natuurlijk ook celibaat zijn... omdat je er in een bepaalde periode in je leven geen behoefte aan hebt. Dat betekent niet dat je er nooit behoefte aan gaat krijgen... of dat je het nooit hebt gehad. Maar misschien heb jij door bepaalde dingen die jou, die jou zijn overkomen... die je hebt meegemaakt, heb je op dat moment geen behoefte uh, aan seks... en kies jij er dan, voor, dan dus voor om celibaat te zijn. En zo is dat eigenlijk bij mij ook mm -hmm. voortgevloeid. Ja. Maar dat betekent niet dat ik helemaal geen... Seksuele, nee maar precies ja, jij hebt die gevoelens wel dan is het mm. echt een keuze snap je dan ja. kies je er ook voor om die gevoelens mm. eventjes opzij te zetten ik heb bijvoorbeeld ik heb ook een paar jaar zo geleefd ja ja huh? ja serieus ik was de straighter. man die hele dag mijn baby dit dat zingt maar wat allemaal mee baby? hebben baby's <laughs> dan, gemaakt op jouw tune ja maar wat heeft dat te maken met dat ik baby's wil maken nou ja, dat Vanuit geloofsovertuigingen ook? Of? Ook vanuit geloofsovertuigingen, oh, ja. ja. Oh, ik denk, oh, uh, Ik heb aardig wat jaartjes gewoon helemaal gewoon. Uh, een nieuw zo geleefd. Ik dacht ja, natuurlijk is er eens wist, een maar... <laughs> Misschien een keer wat fout gaan of zo, in de zin van. Uh, maar was dat dan ook bewust? Ja, ja daar koos oh. ik echt voor. Dat is echt, maar was echt mijn streven gewoon pas na, nadat ik uh, zou trouwen, dan was. Het uh. ja, ja, is niet gelukt, hoor. maar. <laughs> zou het <wat> zijn, hè? <laughs> ja, ja. Nou, goed, maar hoe ervaarde je die periode dan? Gewoon prima. En natuurlijk waren er wel verleidingen en zo. Mm. Ik, was natuurlijk, ik zat op, in die tijd op de middelbare school. Dus ik kreeg ook oh, een... dat is ook nog echt wel heel ja, jong. Ja, dus ik yeah. kreeg nog wel yeah. vragen van... Hé, uh, hey maar uh, ben je gay of zo? Want oh. nou, de meiden gewoon zeiden... Ja, ik vind je eigenlijk best een leuke jongen, maar... Ja, zou je ja, je, je hebt er gewoon er nooit over en zo. Meteen. Nou, ja. dat komt dat ik gelovig ben. En uh, mm -hmm. ik wacht gewoon dat ik ga trouwen. Oh, oké. Okay. Wow. Dat was wel wow. in die tijd een soort van... Mm -hmm. basically een shock voor veel mensen, maar ik heb wel uh, zo geleefd een paar ja. jaar. Ja. Maar vooral omdat je ah, zo nice. jong bent. Ik denk op de middelbare school uh, dat is juist een leeftijd waarin veel mensen zeg maar heel erg zijn van maar ook allemaal alle, hey, Ja, ja dus dat vind ik dan ja. extra knap dat je wel, je dan op zo'n leeftijd. Ik ga je vertellen. Tijd... Op mijn achttiende kreeg ik mijn eerste vriendinnetje, mijn echte eerste relatie, zeg maar. Mm -hmm. Eerste jaar hebben we ook niks gedaan. Huh? Wow. Ja. Ik, steeds, voor jou ik ging al niet meer naar de church en zo, maar ik was wel nog steeds in die mindset van. Vast, dit is wel wat die Tory is. Mm -hmm. zeg maar maar jij had het wel vanuit church meegekregen. Ja, zeker. Hoe kwam jij eigenlijk überhaupt op het celibaat zijn? Um... Het woord en de betekenis. En, want ik heb het dus, wat ik aan het begin al zei, van jou geleerd dat dat mm -hmm. echt een ding is. Ja. Terwijl, ja. Geen seks willen hebben is wel normaal. Um, ja, ik hoorde die term sowieso wel eens gewoon om me heen gewoon rondvliegen. En op een gegeven moment, je weet toch, TikTok for you page, mm. komt op een gegeven moment content voor you. <laughs> en toen kreeg ik dus uh, steeds meer dingen over inderdaad, uh, ja, hookup culture en over uh, celibatair leven. Kreeg ik dus, ja, gewoon filmpjes zeg maar van. Dus ik ging me daar eigenlijk gewoon steeds meer in verdiepen en in verdiepen. En toen dacht ik echt van... Ja, gewoon zo'n momentje dat het even klikt. Van, oh, inderdaad. Dit spreekt hoe, me aan. Dit spreekt me inderdaad aan. Dit vind ik interessant. En dit is eigenlijk wat ik ook gewoon wil doen als bewuste keuze, zeg maar. Maar was het toen je het zag dat je de keuze maakte? Of was je al daar en zag je dit en was het een bevestiging? Ja, dat, dat inderdaad. Okay. Ja, want ik was dus inderdaad al zonder. En toen op een gegeven moment... Maar ik had er nooit een... een een titel aangeven of van, oh, dit is dit. Dit is gewoon van, nou, ik ben nu gewoon bezig met op mezelf focussen... en dat wil ik gewoon even zo houden. En toen op een gegeven moment zag ik dus dat. En toen was ze van, ja, dit is wat ik wil doen. Mm -hmm. En nu is het inderdaad, heeft het een term... en nu ga ik dit ook echt volhouden. En heb je dan niet, misschien heb jij dit, deze vraag al een beetje beantwoord... maar dat als je dan met iemand date, vertel je diegene dit dan ook... en schrikt het dan iemand af? Um, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd sowieso niet echt per se actief aan het daten ben. Ook misschien door die redenen. Uh, maar ik ben wel eens op date geweest. En um, kijk, ik ga dus nu ook heel bewust in een date. Want ik wil dus geen oppervlakkige relaties aangaan. Snap je? Dus als ik met iemand op date ga, dan. Uh, ja probeer ik altijd wel dus heel goed in te schatten van oké okay, hoe is het voor deze persoon ziet deze persoon het inderdaad dus als iets casuals of is deze persoon wel uh, ja, op zoek naar iets meer dat waarderen ja en ik moet zeggen uh, afgelopen twee jaar ja ben ik misschien op drie dates geweest of zo en dat bleef dan ook allemaal bij een eerste date omdat je al heel snel erachter komt van oké okay, voor iemand is, anders is het heel oppervlakkig en dan ben ik uiteindelijk niet eens bij dat punt gekomen dat ik de behoefte voelde om het te vertellen. Mm. Snap je? Want je zag eigenlijk al gelijk van, ja, dit gaat nergens heen. Stel voor als ik op een gegeven moment serieus met iemand aan het daten zou zijn, dan zou ik dat sowieso gelijk aankaarten. Want ik denk dat ook dat een goede manier is om bij iemand te testen van, oké, okay, schrikt dit iemand af? En is iemand gelijk van, oké, okay, ja, dan hoef ik hier niet mee verder te gaan. Maar als ik je zo hoor, dan klinkt het bijna alsof het eigenlijk beter is. Ja, toch? Voor wat jij wil in live. Ja. Jij wil gewoon iets met diepgang. Je wil, je wil ja. gewoon, jij weet waar je aan toe bent als ja. je voor die stap gaat voor een relatie. Mm -hmm. En zoals het nu klinkt. Ja. Weet je beter wat je wel en niet wilt of zo. 100 procent. En ik denk dat dat het ook gewoon echt is. Ik denk, waarom zou ik mijn tijd gaan verspillen aan inderdaad casual dingen waar ik zelf geen geluk uit haal? En dan, ja, mijn tijd gaan verspillen op dates of met iemand terwijl ik heel goed weet wat ik wil in mijn leven en weet je toch, ik toch ben nu op een punt. ik heb gewoon een goede baan, ik heb een huis, ik heb gewoon alles voor elkaar basically. en het enige wat mis is dan dat liefdesaspect zeg maar. Ja. maar dan denk ik van ja als ik dus me op die manier weer echt naar open wil stellen naar iemand dan moet dat ook echt een toevoeging zijn aan mijn leven en niet iemand die als een blok aan mijn been gaat hangen en dus al mijn energie uit me gaat zuigen. want ik heb juist heel hard gewerkt om op dit punt te komen. Mm -hmm. Dus dat is een beetje ja de gedachte erachter. Oké, okay, nu heb je iemand gevonden. Je denkt, ja man, dit is die tori. Je bent maanden verder en op een gegeven moment denk je... ja, we gaan hiervoor. Ja. En het gebeurt. Mm -hmm. Maar nadat het gebeurt, voel je, je toch wel yeah. weer gedraind. Ja, dat, oh, dat, ja. dat is echt mijn angst, hè. Dat is echt mijn angst, inderdaad. <laughs> ja, Tee uit ja, maar het maar glas drinken. Dan, wat, <laughs> Dat is mijn angst, letterlijk. Ja, maar Wat ik dan wil begrijpen, of tenminste waar ik dan met jou over wil praten, mm -hmm. is. Ga je dan laten afwegen hoe, hoe doop je band is, waardoor je uiteindelijk daar bent beland met elkaar? Of gaat dat stukje drainen toch zwaarder uh, wegen en toch een soort van. Tot een, ga je dan toch, toch tot een beslissing komen van ah, misschien is dit het, het dan toch niet? Ja, maar. Gaat Lastig. iemand jouw energie drainen als je het dus zo fijn en leuk en goed met iemand hebt? Dat vraag ik me af. Ik denk. want, want ik heb dat ook. Ik wacht wel echt totdat ik het, laat maar zeggen, echt voel om het te doen. En. Um, dan zeg ik ook tegen mezelf van oké, okay, sta je er 100% achter. Als het antwoord ja is, dan is het gewoon ja. En als het daarna fout gaat, voelt het fucked op. Ja, maar jij Anyhow. bent niet celibaat. Zij verbreekt een twee jaar lange uh, Tory. Jij niet. Ja, oké. Okay. Maar dan nog denk ik dat zij als vriendin zijn mag die kennen. Nee, ik wil van ja. haar antwoorden. <laughs> maar haar kennen denk ik wel dat als ze het magie, zou doen. Stop met <laughs> wat je nu doet. Stop met wat je nu doet. Ja, maar ik denk wel dat het er zo is. Het is een soort van. Dit is een soort van uh, uh, vrouwelijke versie van jij, mansplaining. Maar wacht even. Hoe, hoe weet jij wanneer ik voor het laatst Friend, seks heb gehad? Your, your, your friendsplaining. Misschien heb ik ook uh, een jaar geleden seks gehad. Ja, dus? Ja, dan ben ik ook maar in een way celibat. Celibat. Je was gewoon droog. <laughs> <laughs> <Dat is anders. laughs> <laughs> Oké, okay, terug naar Imani. Ik ben dit gesprek... Nee, maar je stelt een goede vraag. Je stelt de vraag van... Zou dat dan wel gebeuren? Als, <laughs> ja. If everything checks out, weet je wel? <laughs> Ja, maar mijn punt is daarvan. Maar uh, ja, misschien moet, je, misschien moet je helemaal niks. Maar het is meer van. Het zou misschien helemaal zoals mij zeggen, helemaal niet erg zijn als je daar dan pas achter komt natuurlijk. Maar ja. de kans is natuurlijk 10.000 keer kleiner, joh. Ik weet je wat ja, het ook ja, is. Ja. Um, er gaat op een gegeven moment gewoon een punt komen dat je, je inderdaad gewoon weer gaat openstellen naar iemand. En je weet nooit 100% zeker hoe het gaat lopen. Dus het kan heel goed zijn dat je op een gegeven moment op dat punt komt en. Ja, je geeft dat stukje van jezelf en dan is het toch van, ja, shit man, dit is hem toch niet. Maar ja, dat is ook live. Maar dan heb je in ieder geval wel een bewuste keuze erover gemaakt en je hebt het goed... Um, um ja, hoe zeg je dat tegen elkaar? Overwogen. Ja, ja. inderdaad. Je moet goed overwogen. In plaats van dat je iets puur uit lust doet. En denkt van: Nou, ik heb vandaag een leuke avond. En ik ga gewoon nu fun hebben. En de volgende dag denk, denk ik shit. Wat ja, ik iedereen gedaan. moet zelf weten wat ze doen. Ja, maar sowieso. deze weg mm -hmm. klinkt heel solid gewoon. Ja. En dat is gewoon wat voor mij werkt. Dus sowieso, ja. ik zou niemand. Shame ooit, die er wel voor kiest om ja. casual te zijn of gewoon fun wil hebben. You do you 100%. Maar doe gewoon echt wat, wat goed voor jou voelt. Dat is ja, het dat belangrijkste. Zeker. Zeker. Ik vind het wel, ik vind het wel, bizar is niet het woord, maar ik vind het wel funny mm -hmm. dat je ervoor kiest om celibat te zijn twee jaar lang, maar wel de die op je, op je bord draagt. Nee. Maar weet je wat daarin ah, ook echt nice met is? Jet. Ik dacht nu kom je dat niet hoorde. Met kidding. Imani is ook echt. Uh, velen weten dat ook een DJ uh, naast haar fanning carrière. Mm -hmm. En dan staat ze ook heel schattig met van die poppen, korte rokjes en uh, topjes. En ze laat best wel veel skin zien. Maar ondanks dat um, kan dat ook natuurlijk heel veel aandacht creëren of mannen die in een way naar je kijken. Maar het is toch echt de energy die je uitstraalt, want Zodanig komen mensen je niet lastigvallen. ondanks dat je dat doet. en is ze wel gewoon twee jaar celabaat. ja En dat vind ik heel nice. want um, laat maar zeggen, hoe, hoe zeg ik dat goed? Heel vaak, als we bijvoorbeeld naar iemand kijken. die zich wat um, naakter kleedt. of wat meer open is. Mm -hmm. dan vinden we dat heel seksueel. of dan, weet je wel. en dan, dat trekt oh, ja. dan seks aan. Ja. Maar ja, bij Imani is dat gewoon niet zo. En dat vind ik echt gewoon gangster in a way. No ja, kijk, ik denk dat je, je non-verbaal en los van je kleding ook communiceert, natuurlijk. Hoe je uit je ogen kijkt, hoe je ja, jezelf daarom. verder draagt en zo. Uh, ja, dat is wel dat een is verschil. Maar natuurlijk, goeie. hoe meer men van je ziet, hoe eerder men verleid kan raken om mm -hmm. iets te willen zeggen. Ja. Maar het is ook je, maar je men kan ook denken, nou, ik durf maar niks te zeggen door hoe je je voor de rest, zeg maar, uh, op, opstelt. Ja, ja want als je, ik merk dat inderdaad, als mensen mij soms. Uh, uh, puur op mijn Instagram uh, bekritiseren, zeg maar. Mensen die mij totaal niet kennen. Dan krijg ik soms inderdaad wel eens reacties van. Oh ja. Gewoon op de manier hoe ik me kleed. dat dat te bloot zou zijn, bijvoorbeeld. Terwijl dan denk ik echt van. Maar jij kent mij echt totaal niet, zeg maar. Want dat soort van. dat defineert zo niet wie je bent. Maar inderdaad, als je gewoon puur kijkt naar foto. ja, dan is het zo makkelijk. om iemand te beoordelen. zonder dat je weet mm -hmm. wat erachter zit. Want nou, je, je kan niet anders. Ja. Je kan ja, je alles... moet gewoon niet oordelen op iemand zijn Instagram. Ja. Zo van, je mag het ja. misschien in je hoofd denken, maar... Oeh, maar ga dat niet is een lastig... Ik, ik snap je en ik ben mm -hmm. met je, want ik, zo serieus neem ik Instagram niet. Mm -hmm. Maar wat je post, daar word je op beoordeeld. Ja, 100 procent. Dat is gewoon eenmaal zo. Of die oordeel nou klopt of niet. En oordelen, ja. ik weet niet of oordelen nou echt een ding is. Uh, laten we het zo zeggen. Ik, ik voel me niet uh, de persoon om te oordelen over de ander. Maar je mening vormen is ook een vorm van oordelen. Ja. Is, hè, er zijn levels daarin. Um, ga je het toch wel doen. En ja. op het moment dat jij iets plaatst, dan is het alsof je eigenlijk zegt. Je mag je mening hebben, zeg maar. Je mening mag je sowieso hebben. Maar het is wat anders voor een wildvreemde die ik niet ken. om te gaan reageren onder mijn foto van. Oh ja, en anders zou ik uh, nog maar eventjes wat naakter gaan kleden. bla bla. Terwijl ik ken jou niet. Wie ben jij? Ja, zeg nee, ik hoor je, je? Ik, hoor, ik hoor je volledig. Het is uh, ja, je hoeft er niet mee te bemoeien. Je kan vinden ja. wat je vindt. maar je hoeft er niet per se een hele. Uh, ja, maar, er is een comment section en dat is het probleem. Er is een ja. like button en er is een comment section. En er is een share button. Dus dat is een beetje een lastige. Het lastige. Dus je stelt jezelf wel bloot mm -hmm. aan uh, kritiek. En aan like dislike. Ja. en dislike. Um, en daar mag jij ook je mening. En mag mm -hmm. ik ook mijn mening over hebben. En mensen zullen ook een mening hebben over wat we posten. Ja. altijd. Dat is wel een beetje. Dat is een beetje een, mo een moeilijke soort. Mm -hmm. uh, ja, lijn in dit, in dit dingetje. Mm -hmm. yeah. Maar goed. Uh, het zo dus zie je om maar twee weer, jaar ja. Lang gewoon, uh, ja, vind ik knap. Want Vindt we hebben het zo. nu heel erg over bijvoorbeeld het nu en het daten. En, maar hoe was het voornamelijk aan het begin? Want je kiest ervoor, ja. je komt al uit iets, je weet hoe het voelt en hoe het is. Kijk, nu ben je dat misschien wat, ja, is dat wat vager ja. en ben je het iets vergeten. Maar hoe was het aan het begin? Um, ja, in het begin, vooral als ik daar nu dan op terugkijk, dan merk merkte ik eigenlijk heel erg dat ik mijn eigen dingen aan het projecteren was op iemand anders. Dus dan uh, kwam ik uit de relatie en dan was ik dan met één persoon voor een langere tijd, zeg maar. En dan merkte ik eigenlijk dat wat ik craafde niet per se seks was, maar meer intimiteit. Je wil gewoon met iemand knuffelen. Je wil gewoon met iemand zijn. Mm. Terwijl voor die persoon was het gewoon... ja, puur van, oké, okay, having a good time, weet je wel. Dus ik was heel erg van, hmm, terwijl die persoon heel erg was van, hmm. En uiteindelijk kan ik... dat die persoon helemaal niet kwalijk nemen. Um, want ik ben dus eigenlijk... mijn eigen behoeftes op iemand anders aan het projecteren... terwijl diegene er helemaal niet zo in staat. Snap je? En dat is iets... wat ik heel moeilijk vond. Want ik dacht van... ja, maar hoezo, weet je wel? Want... Dit is toch gewoon iets fijns wat je samen deelt en waarom kan het dan niet meer zijn, weet je wel? Terwijl ja, dat is gewoon wat je moet accepteren. Iedereen leeft hoe die dat wil en heeft zijn eigen behoeftes en je moet gewoon die persoon vinden die jouw levels en jouw behoeften matcht. En heb je voor de kijker en ook voor ons een tip van stel je belandt wel in een situatie waarbij je gaat denken van shit, ga ik dit nou doen of niet? Hoe zet je de knop om? Van, uh, hoe bedoel je? Um, stel, je komt in een situatie ja. waarin de verleiding groot wordt met mm -hmm. iemand. Hoe zet je dan de knop om om te denken van... nee, ik ga toch dicht bij mezelf blijven en ik ga dit niet doen. Hoe blijf je sterk en hoe uit je dat dan ook naar die persoon? Um, Want sommige ja. mensen zijn ook heel erg bang om een vibe te killen... of um, veroordeeld te worden of ja, whatever. De vraag is dan of diegene überhaupt cel celibaat wil zijn natuurlijk. Ja, maar hoe zet je die knop om? Ik denk gewoon puur om dan bij jezelf na te denken... Um, van oké, okay, gaat dit het morgen nog steeds even waard zijn? Zeg maar als jij gewoon denkt van oké, okay, ik voel deze vibe zodanig dat ik gewoon denk van hey, let's go, we gaan hiervoor. En je denkt morgen nog steeds van ja man, dit is bijvoorbeeld iemand die ik al heel lang loof, ik sta hierachter, je weet toch? Denk je dus aan al morgen fijn. denken. Ja, okay. maar als jij morgen denkt van ik heb te erg in het moment gehandeld en het was puur een heet moment, lust waarin ik. Uh, niet sterk kon blijven en je voelt je de volgende dag, ga je daar rot over voelen? Want ik weet gewoon, basically, dat ik me wel rot zou voelen. En dat is voor mij al een uh, ja, groot genoeg motivatie om het dan niet te doen. Mm -hmm. nice. nice. Good. Nou, guys, ik heb een complicated question. Ik zou zeggen: Are you ready? Oh, vertel. Hey, Jay en Mahi en in dit geval ook Imani. Ik heb advies en meningen nodig van een buitenstaander. Ik ben een dame die warmte voelt voor een vriend die ik inmiddels langer dan 10 jaar ken. Wij hebben altijd positief contact gehad. Maar in de afgelopen twee jaar is er sprake van aantrekkingskracht op elke gebied. Maar hij zit sinds ik hem uh, ken al in een relatie van inmiddels 15 jaar. Holy moly. We zijn beide inmiddels begin 30. Ik weet dat er wederzijdse gevoelens zijn, maar ik kan er niks mee omdat ze. Ik zijn relatie respecteer. Ik had een tijdje terug het contact verbroken... om mezelf te beschermen. Maar we zijn nu na een jaar geen contact te hebben... weer op elkaars pad gekomen. Wat nu? Het contact voorgoed stoppen... en accepteren dat die vriendschap... Uh, is uh, en tijd heeft gehad? Of ergens delusional denken... That we getting married one day. Oh, married ook. Okay. Ja, maar het grappige Help is. Help us this out. Ze noemt het al delusional. Ja. Ja. Aan de <laughs> andere kant ze zeggen nu ook being the lulu is the Sululu. Ja, de mensen die dat zeggen, die zijn zelf de Lulu. Nee. Echt zo, is wel Echt. zo. Ja. Zegastiek. Die, die zijn voelen chulu. Voele maar ik vraag me dan af... Als in, het, in het moment dat ze de contact, contact verbroken hebben met elkaar... of ze erover hebben gesproken. Ik weet niet of ze daarover hebben gehad. Nee, maar ik bedoel... Nee, maar wat wil ze nou horen van ons? Ga, ga even achter die jongen aan. Nou, ik zeg je wel eerlijk... Ik vind wel dat er een soort gesprek moet komen. Want als een jongen zo'n gevoel bij haar heeft, dan kan hij dat ook bij een ander hebben. Dus dan is er sowieso niet ook iets oké okay in zijn maar maar relatie. Maar wie zegt dat die jongen een gevoel heeft. Zij nee, zegt dat zij... zij een gevoel heeft. Nee, ze zegt, wacht. Wij hebben. Uh, is er sprake van aantrekkingskracht op elk gebied? Ik, ik krijg wel meer het gevoel dat het van beide kanten komt. Afgelopen twee jaar is er sprake van aantrekkingskracht op elk gebied. Ja, maar van wie? Ja, dat staat er niet echt bij. Mm. Ja, dat is dan maar net hoe je dat... Uh... Ja, ik begreep het ook als in, zij voelt zich heel erg aangetrokken tot hem, maar hij heeft een ja, maar relatie... Ja, want hoe begint die complicated question? Helemaal bovenaan? Ik heb advies en een mening nodig van een buitenstaander. Ja, ga door. Ik ben een dame die warmte voelt voor een vriend, die ik inmiddels langer dan tien jaar ken. Dus zij ja. voelt warmte voor hem. En ik... Mm. Kijk, we kunnen haar alleen adviseren, want zij stelt de vraag... Run. <laughs> nee, maar het, ja, het, 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 wat, we, we kunnen je proberen te zeggen wat je wil horen. Maar dat is niet wat je nodig hebt. Ja. Mm. Als je echt gewoon een eerlijk advies wil, dan weet je al wat je moet doen. Het enige wat ik wel denk is. Je bent zeg maar echt tien jaar vrienden. Je moet iemand wel laten weten waarom die vriendschap er niet meer zal ja. zijn. Dus laat hem wel weten van nee, moet je luisteren. Dit is de situatie. Dit is de situatie. Ik denk dat het gewoon niet verstandig is. Of je denkt, daar heb ik niet zoveel zin in. Laat het voor wat het is. En dan laat je het ook voor wat het is, want het is al verbroken. Hè? En is die aantrekkingskracht een lust of is er liefde? Al oh, was het liefde? Die guy zit in een relatie, Mai. Ja, maar toch. Want maar dan... toch wat? Jij zegt dus wel, je zou gelijk de hele vriendschap stoppen. Ik denk persoonlijk dat het echt niet uitmaakt, man. Kijk, ik denk dus, uh, wat jij net ook al zei, uh, van ga het gesprek wel aan. Want het, er, het is inderdaad wel een vriendschap van tien jaar. Spreek het met elkaar uit, dan is, hoeft het ook niet awkward te zijn als je elkaar tegenkomt of weer dat alles naar boven komt, zoals je hier al vermeldt. Um, maar ja, en dan vanuit het gesprek komt er misschien wel iets naar boven. Maar wat moet er naar boven komen? Ja, of dat hij het accepteert van oké, okay, ik begrijp je en dan sluit je het voor jezelf af. Of hij geeft het ook toe en dan is er, dan, er iets ook niet goed dan in wordt zijn het relatie. Moeilijker. Nee, maar dan is er ook iets niet goed ja, in maar, zijn wat relatie. Heeft zij te maken met zijn relatie? Ik heb een relatie, bijvoorbeeld wij hebben een relatie en eh. Uh, ik, ik, ik ben in een entanglement met haar. Nee, we zijn matties. Wij zijn matties, mm -hmm. ja? We zijn yeah. heel goede matties. En zij begint mij leuk te vinden. Ik weet er niks van. Of misschien weet ik er wat van. Ja? Onze vriend, zij merkt van... Oké, okay, dit gaat niet werken. Want we gaan al zo lang met elkaar. Wat heeft zij eraan? Dat onze relatie uh, pieken en dalen heeft. Wat, wat heeft zij eraan? Die relatie is er. En we gaan niet uit elkaar. Dus waar, ja, waarom zou ik haar dan hoop geven? Door te zeggen... Ja, weet je... Uh, ik voel eigenlijk ook iets voor jou. Maar ik ga niet weg bij mijn vriendin. Ja, nou, misschien wilt hij... Wilt hij wel weg bij die vriendin? Laat dat maar weet maar je niet. My, my de lulu. Is advice de lulu. De really advice. Ik denk here. in ieder geval dat je moet praten. Nou, en ik, dat je gewoon moet vertellen. Het hoeft niet, want ze zijn al twee jaar uit elkaar ja, geweest. Ik zou dus juist denken, als ik in deze situatie had gezeten, had ik denk ik mijn crush meegenomen naar mijn graf. Ik had gewoon gedacht van... <laughs> ja, ik, ik had gewoon gedacht van... Nee, ik ik, ik accepteer gewoon dat jullie die relatie hebben. Dit gaat niks worden. Ja, Jammer voor ja, mij. daar heb je wel helemaal gelijk in. Gaat het, gaat het gevoel ja. toch wel weer ik neem weg. mijn woorden toch? terug. Okay. Want ja. als ik die vriendin was van die guy, ik zou je doodmaken. Sorry. Ah. <laughs> dus blijf maar gewoon verder. Ah. Uit de buurt. Ja, dan ja. gaat het ook Sorry. sowieso inderdaad hey, aan man. zijn wifi vertellen. En dan krijg je daar Misschien weer... Misschien ook niet. En toch, dan heeft hij dat dan weer op zijn kerfstok. Ja, daarom. Het is beter, hou het voor weg. je. <laughs> zeg niks. Let it go. Maar echt. Let it nou, go. dit was top ja. dit was heel easy dit keer voor het eerst een beetje nou ja kijk omdat ze ons heeft geholpen ja en jullie mij ja. ook ik, ja nou ja ik ben blij uh. guys Thank uh, you. Oh, heb je ook een complicated question Aarzel niet voel je niet bezwaard stuur het naar ons en dan gaan we het voor je aanpakken stuur het dan wel naar ietscomplicatededflix.nl want anders komt het niet aan bij ons oh jee